met Kanawa Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Wild Serengeti. In het spelletje gaan we proberen de praktischste foto's te maken van de wilde dieren. En dat doen we door ze in de beste configuraties op het speelbord te zetten. Om zoveel mogelijk likes te halen natuurlijk, wat anders. Wil je weten wat ik ervan vind? Kijk dan ook naar de review op het einde van deze video. We beginnen natuurlijk met het spelbord op te stellen. En hierbij hebben we keuze uit twee zijdes. Maakt niet uit welke zijde je neemt. Dan hebben we ook nog het actiebord, waarop we onze acties gaan kiezen. Dus dat moet ook ergens centraal liggen. Ik ga het nu zo leggen. Op het actiebord gaan we alle dieren leggen. Die worden gesorteerd in groepen en staat altijd afgebeeld welke dieren op een bepaalde plaats terechtkomen. Als we dat goed doen, hebben we nog één rare vogel over. Afhankelijk van het aantal spelers moeten we een aantal actievelden afdekken. En daarvoor gebruiken we deze slotfiches. Dus als we met 4 zijn, dan is er geen probleem. Is de 4e speler er niet, dan moeten we die allemaal met een 4 spelers afdekken. Zijn we ook niet met 3 spelers, maar slechts met 2, dan gaan we ook deze afdekken. Schuffel de stapel met zijne kaarten en leg er dan 6 open naast de stapel. Dan moeten we deze rots nog in elkaar puzzelen. Dat doen we als volgt. Deze moet hierover. Maar deze moet er hier aan vast als poten. En dan moet je zorgen dat dat ook daarin past. Dit moet in dat gaatje, maar eerst doe ik ook nog de andere poot. En dan kan je het een beetje schuiven tot het exact past. Voilà. Zo. En dan moet deze er nog bovenop. Met de goede kant naar boven. Voilà. En dan steekt hij in elkaar. En dan moet je die ook ergens binnen bereik zetten, maar niet te veel in de weg. Schuffel de awardtegels en leg er dan willekeurig 2 hier op de bekers. Deze rare vogel zetten we op ronde 1, want die gaat de rondes bijhouden. En dan hebben we nog de migratiekaarten en eventueel nog speciale eigenschapkaarten, maar die worden niet aangeraden om tijdens het eerste spel te gebruiken. Maar anders mag je er zelfs 3 trekken en eentje houden naar keuze op momenten dat we ook kaarten hiervan gaan trekken. Deze migratiekaarten die moet je gewoon schuffelen en dan kan je iedere speler ook nog een spelersoverzichtje geven. En deze stapel die kunnen we hier ergens leggen. Dan maken we voorraadjes van de munten, het vlees of het voedsel eigenlijk. En ja, deze die noem ik persoonlijk de Photoshop-fiches. Dan hebben we de score-fiches, die liggen ook in de buurt van het bord. Ieder speler neemt een videobalk en 2 camera's in dezelfde kleur. Deze legt hij voor zich. 1 van de camera's start op 0 punten. Dan mag iedere speler 8 scene-kaarten trekken. En er daar 4 van houden die hem meest aanstaan. Al deze scenekaarten blijven open informatie voor tegenstanders, maar je legt die niet hier, want het zijn afgewerkte scenekaarten. Je legt die in jouw tableau, zoals dat dan heet. Dan moeten we nog beslissen wie de startspeler wordt. Dat is degene die als laatste een natuurdocumentaire heeft gezien. En die krijgt deze startboom. En dan krijgen alle spelers nog 6 munten om te beginnen aan de eerste ronde. Het doel in het spel is om de best mogelijke natuurdocumentaire te maken. Dat doen we door zoveel mogelijk sterretjes te scoren die grotendeels op de kaarten staan, eventueel ook op de rondebonussen. We spelen in totaal 6 rondes aangegeven op deze rots en we spelen telkens in beurtvolgorde met de klok mee. Op het einde van iedere ronde wordt de boom doorgegeven naar de speler links en dan kunnen we overgaan naar een volgende ronde. Niet in iedere ronde gaan spelers evenveel beurten gebruiken. Dat zal ervan afhangen hoe goed ze hun geld inzetten en hoeveel ze nog willen opsparen voor een volgende ronde. Laat ik eerst eens kijken van hoe we deze kaartjes gaan scoren. Er zijn eigenlijk 3 soorten kaartjes. Er zijn kaartjes waarbij we bepaalde dieren op bepaalde ondergronden willen hebben. In dit geval 2 neushoorns en een gazelle of een impala denk ik dat het is. En ze moeten alle 3 op een rotsondergrond staan. Wel, we hebben gras, we hebben bos, we hebben rots, we hebben water. Ieder dier mag op iedere ondergrond. We gaan even aannemen dat ze allemaal kunnen zwemmen. En als ik daarin slaag, kan ik dit kaartje als vrije actie gewoon afgeven. En dan score ik dus 8 punten die ik meteen vooruit ga op het spoor. Zij mogen eenderwaar staan over het bord. Het maakt niet uit hoe ver ze uit elkaar staan voor deze. Dan hebben we de volgende. Toevallig hebben we weer 2 neushoorns nodig. Maar hier moeten ze op een lijn staan en wel in die volgorde. Mag soms ook de omgekeerde volgorde zijn. Het interessante hierbij is dat ze niet
naast elkaar op die rij moeten staan. Er mogen openingen zijn, er mogen zelfs nog andere dieren tussenin staan. Maar het mag een horizontale of verticale rij zijn, geen diagonale rij. En dan kan ik die scoren. In dit geval levert mij dat zo een Photoshop-fiche op. Icoontjes die in de rechterbovenhoek staan, zijn altijd voor later. En het derde soort kaartje dat je kan voltooien is iets zoals deze. Dan staat er eigenlijk één centraal dier. Soms moet dat ook nog op een bepaalde oppervlakte staan. Dus nu een neushoorn ergens in het bos, maakt niet uit waar. En dan wil je er twee gieren in dit geval naast hebben staan, aangrenzend. En één daarvan moet op gras staan. In dit geval mag het ook schuin. Dus deze neushoorn heeft twee gieren aangrenzend en dan kan ik deze scoren. En dan zien we soms ook formules staan hier beneden. In dit geval het aantal icoontjes dat ik van dat heb verzameld, min 3 is het aantal sterren dat ik hiervoor krijg. Dus in het begin van het spel levert deze niks op. En dat zijn dus de drie soorten scènekaarten. Al de rest zijn variaties daarop waarbij je goed op de icoontjes moet letten. Voilà, laten we nu eens kijken hoe we deze dieren op het bord plaatsen. Iedere beurt die we krijgen bestaat uit een basisactie en eventueel een aantal vrije acties. Basisactie is jouw camera zetten op één van de vrije velden. Sommige velden moeten niet vrij zijn als ze een open benedenkant hebben. Dan mag je er met zoveel gaan staan als je maar wil. Meestal zijn die duurder dan de andere velden die beperkt zijn in aantal. En als je daar naartoe gaat, betaal je dus 1 of 2 muntjes uit jouw reserve. En dan mag je de actie doen. Bij de 4 bovenste plaatsen is het gewoon neem een dier van die groep en zet die eender waar op het bord. Niet moeilijk. Dus als ik nu al aan deze aan het denken ben om die te voltooien, ja, dan moet ik al gieren en een neushoorn op een bord krijgen. En dan doet de volgende speler ook iets met zijn camera. En zo gaan we dus de tafel rond dat ik terug aan de beurt ben en mijn camera verplaatst naar een andere locatie. Je mag dezelfde actie doen na elkaar, maar je mag niet op hetzelfde vak gaan staan. Dus ik zou in dit geval naar dit vak kunnen gaan en voor 2 muntjes opnieuw een gier ergens kunnen plaatsen. Als je hier zet, mag je 2 dieren van positie wisselen. Dus opnieuw, als ik dit kaartje in mijn hoofd heb, zou ik bijvoorbeeld deze krokodil kunnen omwisselen met deze neushoorn. En dan is dat voltooid. De andere die ernaast staat, dan mag je 1 dier 1 tot 3 stappen verplaatsen. Dat mag niet diagonaal zijn, dus stel dat die neushoorn van hier moet komen, dan raak je dus niet tot daar. Nee, je moet 1, 2, 3 en je mag niet eindigen op een vak waar al een dier staat. Je mag er wel passeren. Dus dat gaat niet. En daarvoor hebben we misschien het volgende. Stel dat we aan vlees geraken, aan voedsel, dan kunnen we een extra stapje zetten per vlees dat we afgeven. Dus daarvoor dient dat, dan weet je dat ook alvast. Of alternatief, stel dat we geen vlees hebben, maar we hebben wel dit Photoshop-fiche. Dan zouden we kunnen zeggen, ik zet die 2 velden, dan staat die naast de 2 gieren, maar hij moet eigenlijk op het bos staan. Wel, dat photoshoppen we even. Nu staat hij op het bos. Ook al is hier een grasachtergrond. Dus dat kan je gebruiken voor 1 achtergrond op het kaartje aan te passen. Dan hebben we deze 2 acties nog en dan ga je kaarten bijrapen. Als je naar hier gaat, mag je van de huidige 6 kaarten die er liggen 1 nemen en voor ieder muntje dat je extra betaalt mag je er nog 1 nemen en dan worden ze aangevuld. Of, ligt er niks bij wat je aanstaat, ga je naar hier. En dat werkt hetzelfde, alleen worden ze eerst allemaal vervangen en komen er al 6 nieuwe te liggen. En dan pas ga je kiezen en voor ieder muntje dat je bijbetaalt mag je er meer nemen. Zo gaat dat dus eigenlijk verder. We gaan de hele tijd van deze 8 acties gebruik maken totdat ons geld op is of bijna op. Je mag passen van zodra je minder dan 3 muntjes over hebt. Dus je mag nog 2 muntjes meenemen naar een volgende ronde. En niet alle spelers gaan in dezelfde beurt passen. Je blijft verder spelen zodat iedereen gepast heeft. Er is ook nog 1 vrije actie die ik nog niet heb gezegd. Je kan altijd 2 van jouw tableaukaarten die je niet kunt afwerken, afgeven in ruil voor een extra muntje. En zoals ik al zei, tijdens elk moment mag je dus jouw scènes afmaken en die scoren door die hier te leggen. Je krijgt dan niet automatisch een kaart bij. En als je die in jouw videogalerij legt, dan ga je die altijd zo leggen zodat de icoontjes van de vorige nog altijd zichtbaar blijven. Op het einde van de ronde doen we de volgende stappen. Ten eerste zetten we de rondemarkeerder, de vogel, 1 stap voorwaarts. Dan gaan we het event van die ronde uitvoeren. In de eerste 3 ronden is er nog niets aan de hand. Als we naar de 4e ronde gaan, dan wordt er een award uitgereikt voor een bepaald dier dat het meeste voorkomt op jouw gescoorde kaarten. Dus per keer dat dat voorkomt, tel je dat een keer. En dan heb je nog de joker symbooltjes.
Als je die op een kaartje hebt staan, dan telt dat eigenlijk ook als drie dieren in dit geval van de betreffende soort. Dus ik heb hier sowieso al drie zebra's. En heb ik dan deze kaart nog afgemaakt, heb ik nog een vierde zebra. Heb je daarmee de meeste zebra's, of gelijk eerste, dan scoor ik 2 punten per zebra. De speler of spelers die de tweede staan in de stand, die scoren slechts 1 punt per zebra. Op dit moment dus. In ronde 4, 5 en 6 wordt er daarna ook nog een migratiekaart getrokken. En daarop staat informatie van welke dieren wij nu moeten verwijderen. Zijn we met 1 tot 3 enkel de blauwe, bruine vakjes met 4 spelers, zowel de blauwe als de bruine. Al die vakjes waar iemand op staat, gaan we leeghalen. Dus in dit geval moet ik deze 3, deze en deze. Dus deze gaat terug naar de voorraad, zodat we die terug kunnen kopen. En dat is vooral nodig, omdat het bord op een gegeven moment vrij vol kan komen te staan. Dan mogen alle 6 kaarten in de voorraad naar de aflegstapel. En dan worden er 6 nieuwe opengetrokken. En iedere speler trekt ook nog eens 4 kaarten, waar dat hij er eentje mag van houden. Als je op dit moment nog geld hebt, kan je meer dan 1 kaart nemen. Je betaalt gewoon 1 muntje per extra kaart die je ook wil nemen. Hou wel in gedachten dat je maximum 8 scènekaarten in je tableau mag hebben liggen. Als je er meer hebt, dan moet je er op het einde van je beurt afleggen. En dan pas krijgen we onze extra muntjes voor de volgende ronde. Dat is de eerste 3 rondes, is dat 6. Daarna is dat 7. Als je op dit moment bepaalde kaarten hebt voltooid met een rood symbool in de rechterbovenhoek, deze 2, dan krijg je in het begin van iedere ronde nu een vleesje of een Photoshop-fiche. Vandaar dat die niets opleveren, maar in de rest van het spel heb je daar nog wel iets aan. En dan geven de spelers markeerder door naar links. Maar laten we nog eens even hebben over de laatste icoontjes die ik nog niet heb besproken. Dus jullie weten ondertussen al waarvoor dit dient. Jullie weten nog niet voor wat dit dient, bijvoorbeeld bananen. We hebben ook bloemetjes, we hebben ook blaadjes. Dat is puur voor dit soort formules. Hier moet je 1 van de 3 kiezen. Het aantal bananen bijvoorbeeld dat ik heb verzameld in mijn videogalerij. En dan tel ik er eentje bij en dat is het aantal sterretjes dat ik heb. Of ik neem de blaadjes en ik tel er eentje bij, of ik neem de bloemetjes. Dus dat geeft een bepaalde manier waarop je kan scoren. Dan hebben we nog de hartjes. Die scoren op het einde van het spel punten. En hoe meer likes je hebt, hoe exponentieel dat omhoog gaat. Als je 10 hartjes hebt, scoort je 50 sterretjes, 50 punten. Dat is heel wat natuurlijk. Dan hebben we nog een laatste symbool dat nog niet is voorgekomen, maar dat is zeldzaam. Er zitten er maar 6 in heel de stapel, geloof ik. Dus zo'n diamantje. En dat geeft dan ook weer een bepaalde formule. Het levert meestal veel punten op, omdat ze moeilijk zijn om te voltooien. Dus in dit geval is dat, dit telt meteen mee, dit icoontje. Dus dat is 2 plus 11, dat is 13 punten voor deze kaart. Had je al een diamantje, zou die 15 punten zijn. Enzovoort enzovoort. Na 6 rondes eindigt het spel dus. Degene met de meeste punten door hier rond te wandelen, dat is de winnaar van het spel. Als je met de specialisten speelt, vergeet eventueel daar ook nog niet de punten van te tellen. En moest het een gelijk spel zijn, dan wint de speler de meeste kaarten in zijn videogalerij. En dat was het dan wat betreft de speluitleg. Laten we eens overgaan naar mijn review. De review doen we zoals gebruikelijk via de vetscore. En de vormgeving, ik denk niet dat ik het moet vertellen, maar dit ziet er fantastisch uit natuurlijk. 12 verschillende houten dieren die op tafel staan. Dat lijkt wel een zoo waar dat je mee aan het spelen bent. De doos vind ik ook prachtig. Maar het is niet allemaal roze geur en maneschijn wat de vormgeving betreft. Zoals de boom in Everdell heb je hier de rots van Wild Serengeti. Het ziet er mooi uit, maar je moet het iedere keer in elkaar steken. En het staat meer in de weg, het belemmert het zicht. En het is functioneel niet meer waard dan een klein bordje. Ook de kaartkwaliteit is niet tenderend. Het is oké, maar het is wel een gigantische stapel kaarten natuurlijk. Voor de rest eigenlijk geen klachten over de componenten. Dan komen we tot de entertainment. Wat moet je leuk vinden in het spel? Het heeft een puzzelachtig aspect. Probeer die dieren op orde te krijgen zoals het op jouw kaartje staat. Die kaartjes zijn open informatie. Dus dat neigt ook al naar heel veel mekaar koeieneren, leven zuur maken. Maar ergens is dat moeilijker dan dat je denkt. Als je op jouw kaartjes wil focussen, meestal heb je daar zoveel werk mee dat het verhinderen van anderen, dat het bijkomstig is. Je zal het eigenlijk de hele tijd per ongeluk wel alles doen. Of je gaat per ongeluk helpen. Het is best wel een moeilijke puzzel om alles op orde te krijgen. Dus het vergt veel van je concentratie.
waardoor je echt niet meer kan rekening houden wat de andere spelers aan het doen zijn. Bovendien zou dat de boel gigantisch vertragen. Per ongeluk kan het gebeuren dat de dieren ook juist op de volgorde staan dat je nodig hebt wanneer je een kaartje kunt kopen. Een gouden tip om het spel te winnen is misschien altijd in de gaten houden als er nieuwe kaarten tevoorschijn komen. Kan ik daar meteen iets mee doen? Want het geeft mij op dat vlak een ticket to ride gevoel, waar dat je op het einde van het spel doodleuk een aantal kaarten kunt rapen en de ene speler zal misschien zeggen, ah, dat past mooi in mijn route, ik moet nog maar 2 treintjes zetten. En de andere speler zegt, ai, dat sluit niet aan. Geen van die 3 kaarten sluit aan, ik moet minpunten gaan pakken. En dat heb je hier ook heel fel, maar je moet er wel natuurlijk op letten. Je moet bij de pinken zijn om daar punten uit te halen. Het is natuurlijk ook een beetje een worker placement gedeelte, al stelt dat niet heel veel voor. Als iemand er net staat op dat moment dat je die actie wilt doen, dan is dat vervelend, want dan betaal je meestal een extra muntje. Maar meestal is het dan beter om gewoon te wachten, tenzij je zo denkt, ah ja, maar er komt zelfs een migratiekaart aan. Misschien zijn alle dieren die ik nu in mijn gedachten heb om met mijn kaartjes iets mee te doen, zijn dan misschien verdwenen. Dat is iets waar je rekening mee moet houden. Op het einde van de ronde wil je misschien dingen afkrijgen. Maar als je 2 muntjes moet betalen, dat is gewoon 1 actie minder. En dat kan ook heel veel maken natuurlijk. Wat de toegankelijkheid betreft, qua spelregels om uit te leggen, is dit echt niet zo moeilijk. Maar om de puzzel te laten kloppen, oei, daar had ik mijn 2 handen mee vol. Mijn medespelers ook. Nee, dit is echt wel pittiger dan op het eerste zicht lijkt. Nu, ik denk wel dat je het heel casual kan spelen en kaart voor kaart proberen af te maken. Maar ja, de kans dat je al dan niet per ongeluk de hele tijd gesaboteerd wordt en niks bereikt, is reëel. Je gaat moeten proberen combos te zoeken. En dan heb je ook nog combos met de icoontjes die in de bovenhoek staan. Maar dat levert eigenlijk allemaal niet zoveel op. Je moet er best wel veel moeite voor doen om er iets uit te halen. En als je dan allemaal dat bij elkaar optelt, is de toegankelijkheid niet zo goed als je misschien zou verwachten. Op basis van de leuke componenten. Heeft het spel veel herspeelbaarheid? Ja, je doet altijd een beetje hetzelfde, maar je hebt een gigantische stapel aan kaarten. Er zijn misschien meerdere routes die je kan proberen te nemen. In de zin van, je kan op haartje spelen. Je kan proberen zo veel kaarten met formules te laten kloppen, maar dan moet je veel icoontjes verzamelen die eigenlijk op zich niks waard zijn. Je kan proberen voor de awards te gaan. Er zijn eigenlijk wel wat focuspunten, maar nu niet om te zeggen dat het spel iedere keer heel anders gaat zijn. En de speelduur is eigenlijk, moet ik er ook bij zeggen, een beetje aan de lange kant. Het gaat snel langer duren dan 1 uur. Het zou niet overbodig zijn om een ronde te schrappen. Of misschien nog wel wat meer. Laat ik eens kijken naar mijn persoonlijke conclusie. Het spel heb ik kunnen spelen en reviewen dankzij Jos. Waarvoor dank dus. En daar heb ik min of meer spijt van. Ja, nee, ik heb geen spijt dat ik het heb gespeeld. Ik weet nu wat het inhoudt natuurlijk. Ik speel ieder spel. Maar dit was best wel een teleurstelling op alle vlakken. Ik zou veel dingen schrappen in dit spel. Ik zou veel dingen aanpassen. Voordat ik iets heb, dit is een goed eindproduct. Ja, het ziet er mooi uit. Dat kunnen we niet negeren. Maar de puzzel is quasi onhaalbaar. Ik heb zelfs solo gespeeld. En zelfs daar was het niet te doen om mezelf niet te saboteren bij momenten. En dan hangt het heel veel af van de kaarten die je trekt. En dat is zo willekeurig. Het geeft mij persoonlijk, en ik ben geen liefhebber, een Everdell gevoel. Een gigantische mooie wow-factor als je het ziet staan. Maar verschrikkelijk random. Verschrikkelijk random in combinatie zoeken van kaartjes die je niet op voorhand weet dat je die gaat krijgen. En het kost ook veel moeite om iets te bereiken. En bij deze zitten er ook echt overbollig dingen in. Ik zou heel dat worker placement board gewoon wegdoen. Ik zou het gewoon wegdoen, want het is volstrekt overbollig om daar nog een hele economie van 1 of 2 muntjes aan te koppelen. Je blokkeert elkaar al genoeg op het hoofdbord zonder dat je ook nog eens voor de worker placement plaatsen ook elkaar gaat moeten blokkeren. Het is echt zo al moeilijk genoeg. Wat het spel nodig heeft. Ten eerste, het worker placement gedeelte afschaffen. Ten tweede, vaste inkomsten van vlees en special effects tokens of Photoshop tokens. Iedere ronde zou je dan al standaard 1 van beide moeten krijgen op zijn minst. En dan kan je er misschien ook bij verdienen met de kaartjes. Zoals nu het geval is. Maar zonder dat, het is te moeilijk, het is te random, het is gewoon, in mijn ogen, een slecht ontwerp. En ergens zit er wel een kern van iets leuk in, want dat zoeken welke kaartjes kan ik combineren,
dat had nog wel iets interessants. Buiten dan het feit dat dat gewoon langs geen kanten werkte. Omdat je, ik wil bepaalde icoontjes verzamelen. Ah, ze komen niet. Ja, pech gehad. Ik wil voor een award nog wat dieren verzamelen. Ah, ze komen niet. Ja, pech gehad. Of ze komen misschien wel de kaartjes. Maar ze staan op totaal op de verkeerde plaatsen. Ik moet dan 3, 4, 5, misschien zelfs 6 acties spenderen om alles juist te krijgen. En ervan uitgaan dat nog geen enkele speler het saboteert. Wat krijg ik? Een paar punten. Kijk, daarvoor heb ik natuurlijk ook mijn kanaal. Ik wil altijd wel lovend zijn over spellen. Maar als je bij mijn kanaal zit en ik vind dat het spel niet werkt, dan zeg ik het ook gewoon eerlijk. Ook al heb ik het ontvangen, vriendelijk ontvangen. Ook al heb ik het opgestuurd gekregen. Als ik hard moet zijn, dan zal ik het ook wel zijn. En ik hoop dat jij helemaal een andere mening hebt. Dan mag je het gerust hier in de commentaar zeggen. Maar als dat niet het geval is, laat ook zeker horen, want daar zijn anderen ook mee gebaat. Mijn mening is maar één mening, hoewel de spelers met wie ik heb gespeeld waren ook niet enthousiast. Vandaar ook deze fantastische score. Bedankt voor het kijken nog wel. Abonneer dat ik je volgende keer weer. Bye bye.